Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij. Bye. Zoals jullie kunnen zien, zit ik in de auto. Ik ben in Arnhem. Ik ben hier namelijk om, nou, ik denk toch wel de meest iconic Nederlandse reality tv-ster op te halen. Die ik zeker wel een vriendin kan noemen. Je vindt haar geweldig of niet, maar je kan niet ontkennen dat ze niet iconisch is. Michella Kox. Hi, ik ben Michella. Welkom in mijn crib. En mijn leeftijd gaat je geen flikker aan. Ja, dan rook ik een sigaretje, ga ik even douchen. En dan maak ik me eigenlijk een beetje op. Het valt allemaal wel mee, vind ik. Een liplijntje, nou ja, is toch leuk. En als je dat niet doet, ja, dan ben je een gothic in mijn ogen. Wat doe je dan, Amanda? Wat doe je dan? Wat doe je dan, Amanda? Wat doe je dan, Amanda? Dit is nou een moeder. En het werd echt een bitch fight. Oh, je kent die jongens pas 3 seconden en dan ga je hem 3 kusjes geven. Nou, dat vond ik raar. Ze mag wel altijd antwoord geven, maar antwoord ontvangen kent ze niet. En ik heb zoiets van, ik ga ook antwoord teruggeven. Want ze staat altijd met het hoogste woord. En ik vind dat ze niet altijd gelijk heeft. Ah, Michelle is best aardig. Nee, Michelle is niet aardig. Michelle, kom een spelletje spelen. Kom geen vrienden, maar een spelletje spelen. Nou lul je echt, hè? Ik doe niet waar ik zin heb. Ik doe serieus wat ik denk wat ik moet doen. Ja, hoe kan je dat nou van mij zeggen? Wat een avond! Ik heb altijd geroepen, ik eet alles. Oh, deze! Super! Oh, super! Michelle! Kom op! Tada! Daar is ze! Zijn ook in beeld. Meid! Ja! Daar ben je! Wat leuk! Ik kan je ondertussen wel een vriendin noemen. Ja, zeker. Ja, ja. We kennen elkaar nu al een paar jaar. Ik kom al een tijdje bij jou over de vloer. En we hebben laatst een tv-programma samen gefilmd. Ja. Voor Videoland. Ja. En Celebrity Apprentice. De Celebrity Apprentice. Ja, dit doe ik. Zin in! Ja, ik ook. Ik heb echt zin in. Ja, mogen we niks zeggen? Oh, kutzon. We mogen niks vertellen. Ja, die zijn er nog hoor. Voordat we weer helemaal aan dit drama gaan, ja, hebben we 2 gigantische zakken met eten. Zoveel dingen. Oh, ik ben er niet. Hebben we bestek? Als we een bestek hebben, dan ga ik gillen. Hoezo? Ik heb toch met de handen eten? Wat 1 doosje. Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Heb je ooit een mukbang opgenomen? Nee, nog nooit. Nee. Nog nooit, ik ken het hele woord niet. Oh, we hebben bestek. Ja. Oh, je moet wel met mensen vork eten. En we hebben zelfs straks citroendingetjes voor de hand. Hier. Oh, dit is chicken skin. Gefrituurde kippenhuid. Nee, echt waar? Je zegt het is niet vies. Dat is toch ook niet vies? Je weet toch als je gewoon KFC-kip eet, daar zit toch dat lekkere krokante laagje wat om de kip heen zit. En hebben ze alleen dat. Nee, lult. Nee, dit is echt... Zitten de haren aan of niet? Ja. Ja, zit de haren aan. Kijk hier. Ik zweer het. Zit de haren aan. Ik zweer het. Kijk hier. Dit is gefrituurde kippenhuid. Met een beetje saus. Maar dit is niet goed. Nee, dat is heel... I know, dit is toch heerlijk? Echt niet, er zitten wel haren aan. Gefrituurde kippenhuid. Een sausje erbij. Ik weet niet of je dat wil, saus. Lekker toch? Ja, het is niet vies, beetje zoutig. Oh, kijk die haren. Ja, ik heb ook haren gegeten. Nee. Nou, ik heb gegeten. Dat moet je ook eten, dat heb ik ook gedaan. Nee, maar dit is heel veel haar. Dit is gewoon... Ik heb niet meer haar als dit ik hem ook gedaan. Nou, ik heb laatst allemaal gewakst, dus geen haar meer te zien. Ja. Oh, dit doet pijn natuurlijk. Het is een beetje dat gefrituurde varkenshuid, dat spek, weet je wel? Ja, maar het is nou niet dat ik denk, de rijk voor naar Rotterdam. Zou je dat wel doen? Nou, ik had er wat meer van verwacht. Kijk, het is heel taai. Ja. Nee. Ik vind het ook niet zo. Het is niet vies, man. Maar het is leuk om te ervaren. Wat is dat nou weer? Oh, deze moeten we bewaren voor het einde. Dit is een toetje. Oh, is dat een toetje? Dat zijn de gefrituurde Oreo's. Oh, cookies. Oh, wat is dit? Friet met gefrituurde kippenhuid. Oh, hebben ze geen eten? Hebben ze geen eten? Ja, geen gewone eten. Volledig een soort van loaded fries met gefrituurde kippenhuid. Oh my god, wat is dit? Dat is rooikool. Oh, dat ziet er wel lekker uit hoor. Dit is friet met soort van kip en... Dat is wel lekker denk ik. Heb je die vork? Ja. En die van mij ook? Nee. Oh, hier. Daar. Nee. Oh, lekker. Ja. Oh. Nou, vind ik lekker. Dus is dat voor saus? Dat is kip of? Ja, dit is kip. Echt? Die dat je met appelsap eet. Echt heel lekker. Ja. Heel lekker. Pindasaus of zo. Met rode kool. Oh ja. Oh, dat vond ik wel lekker. Ik vind het, die vind ik echt lekker. Dit is het ding waarom ik naar dit restaurant wilde. Oh, het is trouwens Freddy's in Rotterdam. Voor iedereen die er geïnteresseerd in is. Ik ben het door eten, jongens. Kijk eens hoe leuk die frietjes. Allemaal een dingetje. Echt leuk. Een donut met kip. Een donutburger. Oh, dat is wel heel leuk. Met gefrituurde kip erin en dan zit er ook nog honing bij die je eroverheen kan gooien. Dat is wel heel leuk. Oké, nou probeer het maar gewoon. Niet lekker. Wow. Dat is een goede mix hoor, donut en... Even lekker. Nou, ik vreet alles. Mmm. Ja. Ik vind dit heel lekker. Ja, maar ja, van die zoetigheid natuurlijk lekker. Ja. Jij hebt... Wat heb ik? Ruzie met iedereen. Nou, niet met jou niet. Net met mij niet. Waarom heb jij ruzie met iedereen? Ik haat mensen. Ik haat mensen echt. Mensen staan verrot. Nou, ik heb niet ruzie met iedereen, maar 80% van de bevolking. Mensen zeggen mee. Nou. Weet je niet? Nou, maar jij vindt ook, jij houdt ook van de sensatie. Ja. Daarom heb je ook ruzie met veel mensen, omdat je van de sensatie houdt. Ja, want dan voel ik mijn eigen leed niet, dan heb ik andermans leed. Dat vind ik veel leuker. Dat is mijn leven in één keer heel mooi. En nou, sorry, daar haal ik me voor. Ik ben wel eerlijk, sorry, maar als Barbie van een balkon afspringt, vind ik fantastisch. Dat kan je niet zeggen. Jawel, dat is smullen. Ja, maar ik snap hoe je het bedoelt. Je bedoelt niet dat je het geweldig vindt dat zij van een balkon af is gesprongen. Nou, nou ja. Ja, sorry hoor, de eerste keer vond ik het nog zielig, nou vind ik het niet, vind ik fantastisch. Ik denk, daar heb ik weer wat te lullen. Iedereen vindt me hartstikke aardig. Ruzie met Amanda Balk? Nee. Geen ruzie meer? Nee, oh. Ik heb niks met de wijf, maar ik heb geen ruzie, maar als ze maar zo goed is, zal ik wel je terugzeggen. Ze hebben een hele oude bink, hè? Een hele oude rijke man. Oh. Ik heb ze aan haar geslagen, een hele oude man. Dat doet ze dus goed. Ja, ze had een prostituee is geworden. Ze heeft er echt omhoog gewerkt. Rosanna. Rosanna, ja. Dat is ook een prostituee, hoera. Die zit de hele dag met de blok. Ja, sorry hoor. Nee, maar niks mis mee. Nou. Vind ik ook zo. Ja, ik heb een bedrijf. Ik heb echt een bedrijf. Ja, ja, nee, ja. Ja. Maar die heeft ook een hekel aan mij. Ik heb ook een hekel aan mij. Hekel is een groot woord, maar ik heb iets van de kind. Toen zei net op Temptation Media voor de eerste klas. Echt een groot meisje, ja. Het is nu nog gewoon een goedkope. Oh, plaaspop. Ik hou van boters en zo, maar de wijf ziet er niet meer uit. En wat je niet hebt moet je kopen, maar zij koopt te veel. Zij pakt eruit, zij koopt erbij. Vond dat. Weet je, op een gegeven moment moet je stoppen met kopen. Ja. Zij blijft gewoon alle kopen gaan. Vind je dat ik te ver ben gegaan met plastische chirurgie? Nee, maar je moet wel stoppen. Ja, ik ben ook klaar. Gelukkig. Ja. Nee, maar ik vind jouw kont fantastisch. Dat weet je zelf. Ik zou het ook ben jaloers erop. Meen ik serieus. Ben ik ook redelijk ook zo bij willen. Jij hebt het bijna gedaan. Ja. Oh, niet zeg wat. Piep. Ik vind wel dat er een beetje redemption, zeg maar dat je een beetje... Hoe was het in het Nederlands? Redemption? Ja, dan moet je tegen mij wel even anders praten, want die woorden ken ik niet. Dat het voor jou goed gepraat wordt, omdat ze denken dat jij daar een soort van, als een of andere tok, een sigaret bent op gaan steken, maar dat was wel een beetje doorgestoken kaart. Waardoor het leek alsof jij de tok was, maar dat is gewoon door productie. Ja, ingefluisterd, want ik kon niet boksen, want ik had een scheur en mijn dingen. Maar dat weet ondertussen iedereen wel. Maar ja, mensen willen dat toch niet inzien. En hoe moet ik een sigaret mee de ringen nemen dan, met mijn bokshandschoenen aan? Ja, maar die is jou gegeven door iemand. Maar... Ja, veel televisie gemaakt hè, en ook echt veel programma's gedaan. Maar ik heb nog nooit zoveel rotte producties als die mensen gehad. Echt niet. En ik moet zeggen, RTL wist hier niet van hè. Dat was niet RTL wist. Ze maken het voor een programma. En RTL wist daar ook niet van wat het achter is. Dus ze hebben echt tot mij tot 2 uur 's nachts op interpraat gegaan. En de kaarten zijn verkocht en je kan ons niet laten zitten. Een productie van een televisieprogramma kan je echt maken of breken. Want ze kunnen jou neerzetten hoe ze jou neer willen zetten. Ja, en ik ben erin gestonken. Ja. En toen dacht ik ook, ik maak nooit geen televisie meer. Maar niet iedereen is hetzelfde hè. Het was natuurlijk wel weer fantastische televisie voor ze. Jij weet wel hoe je tv moet maken. Oh ja. Dat weet jij zeker. Ja, maar daar heb ik echt spijt van. Van Dames en Dorp heb ik geen spijt van. Jungle, absoluut geen spijt van. Ik zag de vuur, heb ik geen alle grote programma's eventjes, weet je wel. Ja. Ik heb nu, we hebben niet een programma dat wij dan, daar heb ik echt geen spijt van. Ook al hoe ze het uitzenden, interesseert me niet. Want ze kunnen helemaal leukste. Dat vind ik echt fantastisch. Maakt niet uit hoe ze me neerzetten, maar ik vond het echt leuk. En dus heel misschien. Gaan we nog een programma samen doen? Ja. Ook heel leuk. Ja, daar heb ik wel zin in. Die vind ik ook heel leuk. Nou, ze moeten ons gewoon een eigen serie geven, man. Ja. Ook. Dat was ook leuk. Wij klikken heel goed, maar we zijn zo verschillend en dat maakt het leuk. Ja, we zijn heel anders, maar ook weer niet. Jij bent ook wel een beetje over de top, hoor. Ja, hehe. Ja. Hehe. Maar eigenlijk heb je ook overal scheiden. Heel veel, ja, ja. Zeker. Ja, ja dat ja. Is dan, ik denk dat dat stukje ons wel klikt. Mm-hmm. Dat je ook overal scheid aan hebt. Zeker. Nou, het is meer gewoon, ik heb gewoon bepaalde dingen in mijn leven meegemaakt dat ik zoiets heb van, aan het einde van de dag gaat het om mezelf. Ja, je gaat dan moet alleen, ik happy ja. Zijn, dus waarom zou ik die mensen allemaal gelukkig maken als het gewoon ja, aan het einde van de dag om mezelf gaat? Ja, je komt alleen en gaat alleen kapot. Dag. Ja, die Jolenburg was niet normaal. Ja, ik vond dit heel lekker. Ik heb een beetje het idee dat jij in Nederland bent begonnen met de juice. Ja, 100. Ben ik geweest. Jij bent begonnen met de juice. Jij was helemaal daar. Niemand. Iedereen doet al heel stoer. Ik was de eerste. Iedereen volgde jou voor gewoon de Temptation, Juice, ik ben daarmee begonnen en iedereen ging dat allemaal nadoen en weet je. Nou, met wie jij de laatste ruzie met wie was hij? Met wie had ik ruzie? Ja, met iedereen ruzie. Met wie had ik, waarom had ik ruzie dan? Juice. Juice Channel. Nou. Ja. Daar had je ruzie mee. Waarom had ik ruzie met hem? Ze zei dat ik geen samenwerking met iemand had en dat ik dat met mijn afspraken niet nakwam en dat. Oh. Maar toen was ik echt kwaad. Toen dacht ik, ja. Maar hun gaan echt dingen zeggen voor het zeggen. Vroeger of ik nou verkering had en dan kreeg zo'n vragenuurtje en toen zei ze nou, Michelle heb alleen verkering als ze jeuk en de fluit hebt. Nou, sorry hoor. Je kan veel van mij zeggen, maar zo, dat is niet waar. En toen was ik echt boos. Luister. Als ik iets met mijn fluit doe, doe ik iets met mijn fluit. Maar dat is niet wanneer jij het zegt. En die duurstellers gaan nu zo ver, we gaan gewoon over lijken. Ja. Want dat krijgt views. Ja, en daar vliegen hun. Dat krijgt klikkers naar waar is ja of nee. Ja. Want dit is heel lang is dit zeg maar in Amerika gebleven. Dit zeg maar de drama en de juice en alles. Maar het is nu echt volledig in Nederland geïntroduceerd. Door jou. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik ben ook een dupe hoor. En er is eens zo'n heel groot juice channel, hoe heet zij nou? Yvonne. Maar ik ken haar niet. Zij ik ken haar ook niet. Ze volgde mij wel. Zij volgde mij natuurlijk. Maar er was iets waar ik dacht van een mokkel, ben je toch een nepmokkel? Dat zit met dat drankje zo. En het is allemaal zo, ja weet je, en ik heb hier commentaar mensen. Ik vind nee, maar ze doen het slim, want roddelplat. Die mensen verdienen gewoon groot geld hè. Die Dennis gaat gewoon in een Porsche, zegt hij wel dat ik het leen en dit. Mensen zijn dom, dit is gewoon van hem. Die jongen verdient groot geld. Maar weet je wat ik ook vind? Die mensen doen het alleen maar in elkaar reet. Snap je wat ik bedoel? Het is allemaal zo nep allemaal. Oh. Wie ze kapot willen maken, willen ze kapot maken. Wie ze niet kapot willen maken, daar zeggen ze niks over. Oeh, we gaan echt snel vol te raken. Ik ben ook hartstikke vol hoor. Deze bakken zijn echt gigantisch. Maar ik heb ook veel gevreten. Ja. Nou, de ondergrondje voor straks. Ik zit dan maar die kippenhuid weg te kanen hier. Ja, die haren vind ik dan weer helemaal niks hoor. Ja, maar dat is ook als jij een kippenpootje had, zit vaak haren op. Ja, maar dan eet je niet puur haar. Wat is dit, Jess? Ik heb hier servetten. Dit is, dit is de mac and cheese. Wat is dat? Ik denk dit is een soort van salade. Je hebt mac and cheese met Flaming Hot Cheetos. Proef jij maar. Dat is lekker. Jawel. Jawel. Nou. Die houdt hem ook door de wasstraat. Ja, ik hou van mac and cheese. Ik vind het wel heel lekker. Ja, hou je ervan? Ja, ik niet. Maar we hebben zoveel besteld. Eigenlijk moet je zeg maar gewoon één zo'n burgertje of één zo'n normale hamburger. Ja, dan heb je gewoon goed. En dan iets erbij, want zo'n bak, dat zeg maar, dit is groter dan een kapsalon. Ja, maar dat is gewoon heel veel. Nu komen we bij het toetje. Ja, dat is ook weer zoiets. Ze hebben allemaal verschillende dingen. Dit zijn gefrituurde Oreo's. Meid. Heb je nog poedersuiker erbij ook? Alsof het oud en nieuw is. Oké, maar ik hoef geen poedersuiker. En dan dus koekje erin. Ja. Een Oreo zit erin. Ja. Het is naar de oliebol. Het smaakt naar oliebol. Ja? Nou, vind ik wel. Proef maar. Proef je dat? Mmm, oh lekker. En jij houdt van zoet hè? Oh. Met poedersuiker erop. Smaakt naar oliebol. Ja. Vind je? Mhm. Maar het is wel allemaal heel erg obesitas. Mhm. Je moet vandaag niet meer eten. Gewoon vandaag is goed klaar. Dat eet ik niet meer. Een avondje gaat drinken, dan heb je wel een goede bodem. Daar heb jij dan voor gezorgd. Mm-hmm. Vanavond word ik niet dronken, dankzij Jessie. En bedankt. Weet je wat ik echt een keer graag van jou wil zien? Nou? Een serie van jou, dat jij gewoon allemaal achtbanen in moet en zo. Oh nee, dat kan ik niet. Ja, daarom. Echt huilen. Nee, dat maar zou je het wel doen, in een achtbaan? Oh, dat weet ik niet. Als we genoeg betalen wel, maar anders niet. Ik kan alles eindigen. Dus als ik jou genoeg betaal, dan ga jij met mij in een achtbaan? Ja, wel genoeg betalen. Oh, oké. Ja, ik ben sowieso te koop, hè? Ik ben ook een soort van... Alles is te koop. Ja, ik ben ook te koop. Is alles te koop? Ja, ba. Oké. Ja. Denk je van niet? Ik denk niet dat alle... Ik denk dat manieren zijn niet te koop. Een goed hart is niet te koop. Dat is waar. En dat heb ik allemaal. Heb allemaal. Maar dat zijn allemaal in de pocket. Het goed hart. Ja, de gunfactor. Ja, nou, die heb ik vind wel, zeg maar, met alle drama en alles omheen, vind ik wel dat jij een gunfactor hebt. Vind je dat ik een gunfactor heb? Ja, iedereen is liever kapot gaan of anders. Ja, ik heb dat dus niet. Ja, maar jij bent, dan ben jij de eerste, maar als jij nou 10 mensen op een rij zet, dan is er maar 1 die zegt, ah, Mies is aardig, en 9 zeggen, wat een kutwijf. Dat ik eigenlijk heel aardig ben, nou soms dan, maar dat ik eigenlijk wel aardig. Nee, maar jij hebt wel een goed hart. Alleen weet je het soms niet helemaal op de goede manier te brengen. Nee, ja, nee, ik ben gewoon te eerlijk. Als moet je denken, nou dat kan ik beter niet zeggen, want ik pak ze mensen mee. Jij komt daar later pas mee met die gedachten. Nou nee, ik kom nooit met die gedachten. Als jij een mening over iemand hebt, dan moet dat kunnen, maar zodra je de mening terugkrijgt... Vind ik niet leuk. Vind ik niet leuk. Nee, want dan zitten ze de hele maand aan, want zo ben ik niet. Dat is niet waar. Ja, dat is echt zo, maar ik ben een beetje narcistische trekjes heb ik. Zelfbewust. Mm-hmm. Ja. Nou, ik ben eigenlijk helemaal geen slecht mens, alleen ik ben een beetje vals. Nou, ja. Daar een beetje. Daar een beetje pushen. Welke dikke tieten zie je dan? Heb jij grotere tieten? Nou, dat zit je bij altijd over de dimdam. Hoeveel op CC heb je dan? Ja, maar 500. Ja, ik heb 700. Ja, maar ik heb. Ja, maar jij hebt meer VC'en. Ja, ik had een A'tje. Nou, dus, ja. Maar ik denk, ja, we hebben daar heel vaak over lopen dimdam. Want soms leek het die voor jou weer groot en dan gingen we naast elkaar, volgens mij hetzelfde wel ongeveer. Ja. Ja. Die van jou zitten er wel lekker gezellig bij, zeg maar zo. Ja, ik dacht, ik ga met jou in de auto, dan moet ik wel even... Ja, normaal heb je ook al de open dingen. Nou, ik heb een open buikie. Ja, dat hoef ik niet te doen, want dan ga je de vetkabbels heen. Nee, dat is heel body positive. Wat is dat? Body positivity. Jij praat veel Engels? Oh, nou, ja. Nou, ik vind dat gewoon... Ik heb gewoon spierballen, kijk maar, hier serieus. Ja, zij is... Ja, niet met haar vecht hoor. Ja, ik heb gewoon spierballen. Ze komt gewoon niet, dus ze is niet bang. Dan kijk hier, ik heb hier gewoon een... Maar was wel een beetje bang voor Amanda, hè? Man, kijk, gaat ze maar weer. Oh, wat een gemeen meisje. Hallo. Ik denk dat ze een goed beeld van je hebben. Oh. Michella Kox. Ik heb hier een Kox. Ja, die heb je nieuw. Je had eerst alleen de K, ja, dan heb je de Ox. Ja, ik had de K. Ik had in verkering aan de jongen heette, maar begon met een K. Heb je daarom de K gedaan? Ik dacht dat het voor Koks was. Nee. Oh, heb je lekker gelogen. Ja, en dan mag het naar buiten. Maar ik de klerenlijn onder moeten zetten. Ja, nee. Maar hij had mijn naam heel groot getatoeëerd. Dat meen je. Ja, zo helemaal hier. Dat meen je niet. Ja, en waarom? Toen, ja, dat weet ik veel. Dat had hij gedaan. Vond je dat goed? Dat was een verrassing. En toen kwam hij en toen had hij helemaal... Ik was ook echt, dan had ik het meteen uitgemaakt. Ik was ook echt, maar serieus, ik was ook echt verliefd. Echt waar, ik kan je niet heel veel zeggen. Jij dacht helemaal, oh, toen heb je de heftigste seks ever gehad. Nee, maar ik was echt verliefd. Ik vond hem echt zo aardig. En maar deze man had zoveel problemen. Dat wist ik niet. Een toxische relatie. Als iemand nou jou... Jij bent met iemand samen, die tatoeëert je hele naam. Doe jij ook wel terug als je verliefd bent. Maak het direct uit. Oh echt? Waarom? Ja, dat is toch lief? Lief? Dat is psycho, die is niet goed. Waarom? Even hartstikke als iemand thuis komt met mijn naam, zou ik echt zeggen, wat doe jij? Wat ben je aan het doen? Echt? Ook was helemaal vereerd. Ja, daarom. Daar heb je natuurlijk hele goede seks gehad daarna met je naam zo. Ja, maar met mij heb je altijd goede seks. Oh, dat ik het echt zou uitmaken als iemand met mijn... Nee, echt? Ja, als iemand met mijn naam... Dat is toch liefde? Dat is geen liefde, dat is psycho. Hoezo? Dat is bezittelijk. Ja, zo zie ik het dan weer. Ik zag dat meer van... Oh, hij houdt echt van me, maar ja... Ja, maar dan moet je andere dingen doen. Dan moet je jezelf bewijzen. Ja, daar kom ik na een jaar achter, maar een beetje later. Ja, maar op dat moment was ik nog in de flow van het verliefd zijn en oh, echt waar, oh. Maar hoe lang na dat jullie een relatie hadden was het gedaan? Nee. Richting het einde? Ja. Oh, dus er waren al Rockies on the road. Dus ja, er waren al dingetjes gebeurd. Dat was het gebeurd. Er was weer eens een dagje weg. Ja. En dan ging hij niet naar de Efteling. Snap wat ik bedoel? En dan kwam hij terug en dan zei ik, ja, ik wil dat niet meer. En toen kwam hij, plots, Michella, dacht ik. Ja, dus het was, dan kan je het toch niet meer zien als een eer. Jawel, ik dacht, zie, hij wil echt veranderen. Door je naam te doen. Ja. En je had niemand om je heen die zoiets had van Mies. Nee, maar ik ken daar ook wel lief. Ik ooit nog een naam van iemand doen. Dan bel ik jou eerst. Ja, bel je maar. Voordat je die tafel op gaat, dan doe je eerst even mij bellen. Is dit slim? Ja, maar een soort van... Ja, dat mag ik toch wel gewoon zeggen. Een soort van vriendje, scharrel. Ja, niet dat ik met hem seks nu heb, hè. Maar... Scharrel? Nee, gewoon... Fuckbuddy? Nee, ik neem niet met hem. Oh. Nee. Oh, dat heb ik een paar jaar geleden een keer gedaan. Hij heeft tatoeëerderszaak, dus bij hem... Oh, daar doe je al die tattoo? Ja, dus Willem doet bij mij alles. Ja. Nou, mooie afsluiting. Ja, ik denk, mensen wordt wel niet verliefd en ben niet zo leuk als mij. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond jij de video leuk? Geef een duimpje omhoog als je Michelle op Instagram en dan wil opzoeken. Het staat hier beneden. Het staat hier beneden. Dat vind ik echt heel lief. kan wel wat vogels gebruiken. Ik heb er niet zoveel, jij hebt heel veel. Godverdomme, jij hebt er 250 of zo, hè? Zoiets, ja. Uitslover. Oh, nou. Doei! Dag!